En denk je dat dat ook heel erg in deze wijk is, dat er nog heel veel analfabetisme is? Ja, dat is zeker een probleem. Dit is de nieuwe leeszaal en dit wordt op dit moment geopend. Ik ben Dolly, zei de duif. En de pettenflat is hier vlakbij. We hadden een bibliotheek in de wijk. Ja, die is verdwenen. De moeders die namen de initiatief om een leesbibliotheek op te zetten. Het doel van de wijkacademie is om per wijk een groep ouders, bewoners bij elkaar te krijgen die met elkaar regelmatig gesprek voeren over opvoeden. En vervolgens kijken we met de ouders wat hebben zij nodig persoonlijk, maar ook wat de wijk nodig heeft. En daaruit is eigenlijk het initiatief ontstaan voor een kinderbibliotheekje. 5 jaar geleden zijn we hier ook een leesuitleen en een spellenuitleen begonnen voor de kinderen om voor te lezen. En dan merk je echt dat die ouders moeite hebben met voorlezen. Het leuke is hier bij zo'n leeszaal is dat ouders elkaar ook stimuleren om voor te lezen. En wat ook belangrijk is, dat ouders van elkaar leren hoe leuk het is. Waar ik trots op ben is de samenwerking met organisaties in de wijk. We werken samen met de 2 scholen, met Humanitas, de wijkacademie. En dan zie je als je de handen in elkaar zet, dat je gewoon echt mooie dingen kunt neerzetten.